De scholierenraad vraagt de politiek om een nieuwe hangplek voor jongeren. De tieners zijn van mening dat er binnen de gemeente Zeewolde te weinig plaats voor hen is. Nou ja, we zijn nu vaak bij de skatebaan. Maar ja, als dat regent, dan word je nat. En anders ben je thuis, maar veel ouders vinden dat ook niet meer goed. En ook vooral niet met veel mensen, dus daarom willen we graag een hangplek. En hoe moet die eruit komen te zien? Nou ja, graag overdekt, voor als het regent. Maar wel dat het buiten is, zodat je in het zonnetje kan staan. Er staat hier op de flyer allemaal vakjes die je kan invullen met allemaal hangplekken, verschillende plekken in Zeewolde. En dan kunnen mensen die invullen de meeste stemmen van dezelfde plek, zeg maar. Daar gaan wij dan overleggen. En met een bepaald budget gaan we zorgen dat er echt een goede hangplek komt. Ik weet nog toen ik 14 was. Toen hadden we hier de Get Down, we hadden de Backstage en we hadden al die beachfestivals. En het was ook altijd veilig, want er liep gewoon veel meer politie op straat in de weekenden wanneer de jongeren eruit kwamen. Toen ik 14 was, toen was het een stukje leuk. En corona heeft natuurlijk ook meegespeeld, hè? Dus laten we niet heel naïef zijn daarin. Maar toen ik 14 was, vergeleken de meiden, jongens die nu 14, 15, 16 zijn, was er toen de tijd meer te doen dan nu. En ik begrijp dat zij dan zeker wel iets missen, ja. We hebben zeg maar vaak het idee dat als wij een mening hebben, er nooit naar wordt geluisterd goed naar volwassenen. Omdat we nog maar kinderen zijn. Maar alsnog hebben wij dan een mening. En wij zeg maar, zitten dan bij de scholierenraad om onze stem te laten horen. En dan hopen dat mensen er ook echt naar luisteren. Want we hebben een stem en we hebben een mening. Maar er wordt gewoon nooit mee wat gedaan. Of we worden niet serieus genomen en dat wilden we veranderen. Wat kunnen jullie voor ze betekenen? Nou, we gaan natuurlijk eerst intern allerlei dingen bespreken wat allemaal mogelijk is. Kijk, je moet naar het financiële plaatje kijken. Je moet ook praktisch kijken. Er moet ook inspraak zijn van de buurtbewoners. Dus als we op een gegeven moment de vraag duidelijk hebben, dan kunnen we pas gaan kijken van nou, goh, hoe gaan we dat regelen met z'n allen. En dat, ja, dat moet zich uit gaan kristalliseren, dat gaan we zeker ons hart voor maken. Maar er moet heus wel wat in te doen zijn, want de gemeente is er ook voor de jongeren.